Want 50 jaar geleden verscheen het boek De Avonden van Gerard Reve. En nog jaarlijks wordt het als ritueel door vele Reve-fans, de zogenaamde Revianen, tussen kerst en oud en nieuw herlezen. Om de verjaardag van De Avonden in stijl te vieren, houden Reve-liefhebbers zaterdag hun eerste landdag. Verslaggever Erna de Kort sprak met drie echte Revianen over hun liefde voor Reve en de daarmee vaak samenhangende verzamelwoede van zijn boeken en andere aan de schrijver gerelateerde attributen. Was u meteen gegrepen door dit boek toen u het voor het eerst las? Ja, ik denk ook dat dat voor veel mensen geldt die naar de verjaardag aanstaande zaterdag gaan. Dat ze sinds het lezen van De Avonden eigenlijk niet meer helemaal dezelfde persoon zijn. Toen ik 18 was, keek ik voor het eerst echt zelf De Avonden in. En dat maakte zo'n enorme indruk. Ik weet nog precies waar het was en wanneer. En dat was heel erg bijzonder. Toen ik het uit had, leek het of de wereld een kwartslag gedraaid was. Het is een wat traag boek, zou je nu zeggen. Maar het is juist daardoor heel erg fijn om het te lezen en te kneden. En alle prachtige zinswendingen die hij toen al had in zijn debuut, om die dan te genieten. En het wordt steeds leuker, dat is het gekke. In De Avonden beschrijft Gerard Reve op niets ontziende wijze de belevenissen van de 23-jarige Frits van Echters in de dagen tussen kerst en nieuwjaar. Het boek, dat speelt in de sombere naoorlogse sfeer, riep destijds uiteenlopende reacties op. Het duurde tot in de jaren 60 voor De Avonden een groot leespubliek bereikte. Zo, hij heeft dorst. Het is eigenlijk een kreng van een kind. De zenuwen zijn verkeerd gegroeid. Hé, Frits. Het hoofdje zal ook nog wel vergroeien. Wat bedoelt u? Hij zegt maar wat. Nee, mevrouw, er komt veel voor, meer dan u denkt. Zo'n hoofdje groeit dan als het ware scheef naar het licht toe. Net als een plant. 50 jaar De Avonden is voor boekantiquaar en overtuigd Reviaan Piet van Winden de aanleiding om de eerste landdag voor Revianen te organiseren. Hij verwacht zaterdag in de Heilig Hartkerk in Amsterdam een paar honderd soortgenoten. Reve zelf zal er niet zijn. Hij vindt Amsterdam een nare stad. Maar dat mag de pret niet drukken voor de Revianen. Ze zullen de landdag onder meer gebruiken om hun verzameling Reveboeken en attributen uit te breiden. Reve heeft het ook altijd aangemoedigd. Hè? Mensen die de eer hebben gehad om bij hem op bezoek te komen, die zijn daar vrijwel nooit de deur uitgegaan zonder bij het vertrek een penhouder in de hand gedrukt te krijgen en te zeggen: kijk, die krijg jij van mij. Dat is de originele pen waarmee ik De Avonden heb geschreven. Er bestaan Reve tegeltjes, Reve aanstekers. Er bestaan allerlei kleine uitgaven in hele beperkte oplagen die de moeite van het verzamelen waard zijn. Maar ik denk dat je toch niet mag vergeten dat, voor je het ook in het belachelijke trekt, dat er een hele literaire aanleiding is voor de meeste mensen om te verzamelen. Namelijk om het boek in zijn oorspronkelijke vorm, zoals het ooit verschenen is, te hebben. Om als het ware de afstand tot het boek zo klein mogelijk te maken. De afstand tot de schrijver. En daar zit dus naast misschien een bepaald sigarenbandjes of postzegelsgehalte, zit er toch ook wel degelijk een inhoudelijke kant aan het verzamelen. Wil ik hier nog even voor mij doen? Ik ben eigenlijk een stripliefhebber, aanvankelijk. En ik verzamel stripverhalen in eerste druk, want dat is het leuke. Zo verscheen een boek. En alle andere drukken zijn natuurlijk maar gewoon kopietjes ervan. En dan kom je van het een op het ander. En dan krijg je uiteindelijk een eerste druk van De Avonden te pakken. Ik heb er trouwens drie met verschillende kleuren kapitaalbandjes. Dit is dan geel met wit. En dan heb je het ook met zwart en wit en met paars en wit. En de verzamelaars en liefhebbers weten natuurlijk niet wat nou de echte eerste oplage is. Dus dan heb ik ze dan alle drie maar. Want ja, dan heb ik in elk geval een eerste druk erbij. Maar er zijn misschien wel mensen die zeggen van, nou, dit is toch, dit is behoorlijk duur, zo'n eerste druk. En om er dan drie te kopen, omdat ze toevallig een ander bandje hebben, is dat nou belangrijk? Ja, dat is eigenlijk wel abnormaal. Dat is wel zo. Maar ja, ach, ik kan natuurlijk altijd weer eens twee wegdoen of ruilen of verkopen, maar ach, het staat goed in de kast. Ik vind het leuk. Het is niet zo dat ik alle drukken van alle boeken wil hebben, bijvoorbeeld. Daar hecht ik niet echt aan. Ik vind het wel belangrijk om al zijn werk te hebben, voor zover het normaal in de handel is. Dus dat is inmiddels ook wel aanwezig. En verder, videoopname maak ik, of tenminste, dan doet iemand dan voor me en geluidsopname enzovoorts. Dus allemaal documentatiemateriaal eigenlijk.
Hij zat in een kano en peddelde op een groot, effen meer. De hemel was betrokken. Wind was er niet, zodat de zwarte waterspiegel volkomen vlak was. Het water stijgt, dacht hij. In de kano kwam steeds meer water te staan. Hij peilde het met de hand en tastte daarna in het water buiten. Mario Eigenraam leest sinds haar ontdekking van Reven bijna geen andere schrijvers meer. Haar exemplaar van de avonden is helemaal stuk gelezen. Het is ander water. Waar komt het vandaan? De fans van Gerard Reven zijn bepaald niet over één kam te scheren, maar over één ding zijn ze het roerend eens. De sfeer die de schrijver in de avonden schept is niet deprimerend, zoals sommige mensen wel denken. Het is Revenhumor. Elke keer als ik lees, dan is er wel iets waar ik om moet lachen of op zijn minst glimlachen. Er zit ontzettend veel humor in het boek. En wat wel opvallend is, er zijn mensen die worden helemaal beroerd van het boek, maar die pikken dan de juiste toon niet op of zo. Je moet wel gevoel voor humor hebben, wil je Reven leuk vinden. Daar ben ik van overtuigd, anders dan begrijp je er helemaal niets van. Er zijn mensen die lezen dat en die slaan vol walging dat boek dicht, want die hebben namelijk niet begrepen wat er aan de hand is. Die lezen de buitenkant en die begrijpen niet wat de tweede en derde die laag is die erachter zit. De fijne ironie van Gerard Reven. En die mensen die zaterdag komen hebben dat wel begrepen. Dat hoop ik voor ze, want dat is een slechte dag. Maar er kan nog lachen worden daar. Ja hoor. Met Reven kan je wel lachen. Hoewel het natuurlijk allemaal een zeer trieste en serieuze zaak is, mevrouw.